Zie ik daar nou een kind in zijn blote kont staan? Zit zo stil. Dat ben ik. Hoi, ik wil graag solliciteren als panda. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. En ik ga toch nog heel even snel mijn video opnieuw opnemen. Ik moet om 3 uur, het is wel heel laat, maar ik heb al ontbeten en ik heb al echt van alles gedaan. Om 3 uur moet ik sporten. Dat heb ik afgesproken met Jim. En het is nu geloof ik 1:10 over 1:30. En ik wil gewoon voor die tijd ook nog die video hebben opgenomen, Jill Stories. Ik wil hem toch opnieuw doen. Niet omdat het verhaal niet goed is, want eigenlijk, ja, hij was gewoon hartstikke prima. Maar ik vind het licht en de setting en ja, ik ben er niet echt tevreden mee. Ik wil wel gewoon bij de bank gaan opnemen. Maar dan wil ik gewoon met goed licht doen. Dus ik ga me nu heel snel klaarmaken en opmaken. Dan ga ik die video opnemen. En als het goed is, moet ik daar net tijd genoeg voor hebben. En even kijken wat het weer buiten is. Want als het regent, dan gewoon Jim me weer ophalen. Dit is in principe is het droog. Meen je dit nou? Ze hebben mijn vuilniszakken laten liggen. Dit vind ik zo kut. Het is echt al de 2e keer of zo dat die daar dat doet. En dan nemen ze het gewoon niet mee. Terwijl ze de rest allemaal wel hebben meegenomen. Nou, hier kan ik echt agressief van worden. Net alsof ze dan niet willen kijken of zo. Nou ja, goed. Oké, ik ga me opmaken en klaarmaken en ik ga lekker een video opnemen. Ik hoop dat ik alles op tijd afkrijg vandaag. Oké, holy shit. Het is al 3:30. Ik ben echt ontzettend lang bezig geweest met Jill Stories. Toen stuurde Jim mij nog een berichtje van... Yo Jill, ik heb een vergadering tot 5:30. Dus ik kan om 3 uur nog niet gaan sporten. Ik ga vanavond laat. En toen dacht ik, oh, dat komt eigenlijk wel heel goed uit. Want dan kan ik in ieder geval mijn video zorgen dat die op tijd online en geüpload is. En dan kan ik daarna gewoon lekker gaan sporten. Het is nu dus 3:30. En ik ga nu wel even lekker lunchen. Ik ga een salade maken van mijn voedingsschema. Zie ik daar nou een kind in zijn blote kont staan? Het kan hier allemaal in mijn straat. In ieder geval, ik ben heel erg blij. Mijn video is eindelijk af. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik hoop dat jullie het een beetje tof vinden. Ik ben nog een beetje aan het uitvogelen hoe ik het misschien leuker kan maken voor jullie. En ja, ik ga nu even lekker een salade maken, want ik heb best wel honger. En het is ook al 3:30, dus best wel laat om te lunchen. Dus let's go. Zo, mijn lunch is klaar. Ik heb een salade gemaakt van sla, zalm, appel, rode ui, een dressing en wat mozzarella. En een kopje thee. Dus dit ga ik lekker nu opeten onder het genot van een aantal video's van YouTube. Ondertussen is mijn video al 50% gerenderd, dus dat komt helemaal goed. Ik ga nu lekker genieten van mijn lunch. Holy moly, ik ben in slaap gevallen. Dat is echt best wel kut. Dus hoop ik dat ik vanavond een beetje kan slapen en anders heb ik morgen maar pech. Ik heb in ieder geval nu eten gemaakt en het eten wat ik heb gemaakt is... zoete aardappel met bloemkool en een klein beetje groentesaus en een hamburger. Een magere hamburger wel gezegd. En hier ga ik nou lekker van genieten. Het ruikt ontzettend lekker. Eigenlijk mocht ik die groentesaus er niet in doen, maar come on. Ik kan geen bloemkool eten zonder groentesaus. Dus ik zal het ook meteen over doorgeven aan Cynthia dat ik dat heb gedaan. Ik heb sowieso niet gesnackt vandaag, dus dan dacht ik, ja, dan kan ik het wel weer ergens een beetje mee compenseren. Dat ga ik nou lekker opeten en daarna ga ik sporten. Over geloof ik 1 uurtje komt Jim mij ophalen en dan gaan we naar de sportschool. Dus het is de eerste keer dat ik überhaupt buiten kom vandaag. Dus schiet allemaal niet echt op vandaag. Een beetje een saaie thuiswerkdag vandaag. Maar goed, die heb je ook wel eens. Oké, superleuk. Ik had net Anouk aan de telefoon en die komt vanavond hier naartoe. En over een kwartiertje word ik opgehaald door Jim. Het is weer later geworden. Godverdomme Jim. Maar nee, is helemaal oké. Anouk gaat nu eerst ook zelf nog heel veel sporten. En dan komt ze vanavond hierheen. Super gezellig. Ik heb er helemaal zin in. En ik heb ook helemaal zin om te gaan sporten. Na al die lieve reacties die ik heb gekregen op Jill Stories. Ik ben echt super blij dat het zo goed ontvangen wordt. En ik ben nu al helemaal aan het kijken van wat kan ik volgende keer gaan opnemen daarover. Dus ik ben blij. Ik ga nu lekker sporten. En ik heb er heel veel zin in. Wordt het mooier. Ja, omdat je misschien dikke plukken pakt. Ja, maar ook omdat ik nu een beetje door heb van hoe ik het beste kan doen. Dan mijn maten heel dicht bij elkaar liggen. Ah, schat. Doe er niet handschoenen aan. eigenwijs ding ben jij. Ja, dan kan je goed draaien. Nee. Wow, nu zie je het, ook omdat dit dan nog zo erop zit, lijkt helemaal zo'n prinses. In de spiegel of in de lamp, of god waar, in het raam tenminste. In de spiegel zou ook wel weer een monster zijn. Het is gewoon, ik wil eigenlijk gewoon dat iemand die er echt verstand van heeft, kan zeggen welke kleur mij nou het allerbeste staat. Omdat ik het in die kleur verf. Ik zou je zeggen, niet alle kappers hebben daar verstand van. Nee, maar Salon B is specialist aan. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts. We liggen nog in een hotel in de stad. Waar niemand ons hoort. Nee, is nog geen 2 uur. Oh jawel. Later. Op de vloer ligt een lege verzwijn. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Met jou. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik zing eens een lief liedje voor jou, dus zo mee. Nou, Anouk heeft dus mijn haren gekruld. Ik ga hier nou dus mee slapen. En dan is het als het goed is morgen uitgezout. Ik ga eerst even nog wat spul erin doen. Maar goed, de camera is bijna leeg. Dus ik ga jullie snel een oplader doen. En nee, ik vind het wel grappig. Dit is niet hoe het morgen gaat zitten hoor. Maar bedankt meid. Hoi, ik wil graag solliciteren als panda. Nee grapje, ik kom nu net uit de douche. Zo zie ik er altijd als mijn make-up er niet afhaal voordat ik ga douchen. Ik ga eerst zelf snel mijn gezicht schoonmaken. Oké, goed. Zo zie ik er wel beter uit. Zoals je ziet zijn mijn krullen al een beetje aan het uitzakken. Ik ben heel erg benieuwd hoe het morgen zit als ik morgen wakker word. Ik hoop dat het dan juist goed zit. Omdat het dan een beetje warrig en een beetje uitgezakt is. Want ik wil gewoon niet van die pijpenkrullen. Ik ga nu lekker slapen. Het is 3:30 geweest. Het is echt bizar laat. Maar goed, ik duik nu gewoon snel mijn bed in. En dan ga ik lekker slapen. Dit is echt gewoon bizar. Wel rusten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Wel rusten. En tot morgen. Doei doei. Ik ben heel snel onder de douche gestapt. En ik ga nu meteen weer weg. Want ik ga heel snel naar de stad. Want je raadt het nooit. Maar mijn iPhone kabeltje is weer kapot. Dus nu moet ik echt heel even snel switchen. En dan fiets ik echt direct weer terug. Dus ik laat mijn camera ook heel even thuis.